Maar welkom weer in de weekvlog. Het is vandaag maandag en vandaag heb ik een sollicitatie. Zoveel zin in, maar niet heus. Maar hou er nooit van. Maar goed, weet je, we moeten toch nieuw werk hebben. Dus dat. En morgen heb ik ook een. Gelukkig wel iets minder ver dan vandaag. Nou, het is niet heel ver. Het is 25 minuten inclusief lopen, bus lopen, zeg maar. En nou, wachten hoef ik niet echt. Tenminste, nou, ik vertrek altijd eerder naar de bushalte, omdat als die eerder is, dat ik in ieder geval in kan. Want deze gaat maar één keer in het uur. En als ik deze bus mis, ben ik dus echt keihard te lul. Want dan ben ik gewoon echt te laat. Want ik ga hem pakken om 1 over 1. En dan is het 1 over 2. En ik heb om 2 uur mijn sollicitatie. Dus dat kunnen we eventjes niet hebben. En voor de rest, ik moet al over 1 uur en 30 minuten weg. Dus ik heb fucking lang in bed gelegen. Maar goed, anyway. Dat is een beetje het ding voor vandaag. En verder zien we wel weer. Helemaal welkom weer een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag en vandaag hebben we weer een sollicitatie. En nu video's aan het uploaden. Dus ik laat mijn telefoon even hier, denk ik. Want daar heb ik trouwens, ja, ik heb daar wel wifi, maar dan wordt die onderbroken. Dus dat is niet zo handig. Goed, ik heb er in ieder geval 2 vast opgenomen. En dan ga ik weer verder. Helemaal welkom weer een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag en vandaag ga ik werken bij de macro. Maar wel pas vanaf 1 tot 6, dus het valt op zich best mee. Maar goed, bij de macro hebben ze blijkbaar een hele grote kassastoring. Dus vandaar dat er heel veel mensen extra moesten komen. Dus ik ben benieuwd. Zou je net zien dat het niet druk wordt? Sta je daar een beetje voor saus op je vrije dag? Maar goed, anyway, ik krijg ervoor betaald. Dus ik vind het lang best. En vanmorgen hebben ze ook mensen nodig, maar dat kan ik niet. Dus als ze me straks vragen. Helaas pindakaas. Ik ben eigenlijk al heel flexibel dat ik op een vrijdag vandaag wil komen. Dus, anyway, dat is een beetje de planning van vandaag. Hallo allemaal, welkom weer in een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag en vandaag moeten we iets eerder naar bed, want mijn papa en mama gaan vandaag weg en mijn broertje moet werken. Dus we hebben vandaag het hele huis voor ons. Ja. Dus wat gaan we doen? Uitslapen. Nee, wat gaan we serieus doen? Borrelen. En? Film kijken. En? Eten bestellen. En? Karaoke. Ik wou net zeggen. Dus zeg even allemaal in de comments. Sonja, sta op. Oké, dankjewel. Nou jongens, je gaat nooit wat wij net hadden tijdens het maken van de borrelhapjes. Ik doe die magnetron aan. Maar we hebben zeg maar een combi magnetron. Dus ik zet hem op hete lucht over de stand die mijn moeder mij heeft uitgelegd. En ik doe die hapjes erin. Ineens zie ik gewoon uit mijn ooghoek. Het is dat ik nog in de keuken stond. Zie ik gewoon vuur in die magnetron. Ik denk, nee shit. Dus uit mijn reflex trek ik die stopcontact eruit. Maar er kwam al helemaal stroom vonken uit, zeg maar. Dan dacht ik, oh fuck. Toen heb ik de magnetron ook dichtgelaten en denk ja, voordat zometeen het hele huis in de heen staat, kan ik hem beter dichtlaten. Maar dat was echt kapot raar, want ik weet ook niet wat ik er nou fout had. Dus ik had gelijk mijn moeder gebeld van, wat moet ik nou doen? En toen zei ze, ja, laat maar gewoon voor wat het is. Kijk, vanavond toch naar Exit even te vertellen wat ons net gebeurd was. Oh mijn god, dus we hebben het uiteindelijk maar naar oven klaargemaakt. Oh, kijk daar. Ik heb het vinden om te poepen. Nou jongens, ze zitten lekker aan de liefmans. Nou tenminste, we. Zo, jij hebt een slokje gedronken. Oh, dit is het eerste keer dat ik dit drink. Dus het is echt vrij lekker. Dat ga ik nog een keer halen. Onder een mond van het is 0.0. Dit is lekker joh. Oh. Genieten! Maar wel met maat, zegt degene die net ook al wijn heeft gedronken. Langzaam in de hoofd. Slimme landetje. Mijn broek zag dat. Oh, my God.
is vandaag zondag en vandaag gaan we weer werken. Dat is de laatste dag van de weekvlog die ik vlog. Dus dan beginnen we maandag weer opnieuw met een nieuwe weekvlog. Ben ik nou verwit of ligt het aan mij? Lijkt wel dood, joh. Maar goed. Dus dat. Ik heb verder niet heel veel op de planning vandaag. Van 12:30 tot 5 werken. Dus dat vind ik eigenlijk ook al lang genoeg. Dus dat. Helemaal voor deze graag de weekvlog afsluiten. Ik zie jullie graag weer de volgende weekvlog of een ander soort video. Doei!